Woningcorporatie SSHN voorziet in Nijmegen in 7000 wooneenheden, maar dat is niet genoeg. Volgens Vincent Buitenhuis van de studentenhuisvester is er een structureel tekort van 2000 kamers. Ook komen er steeds meer internationale studenten bij die langer blijven. Voorheen had SSHN voldoende aan de short-stay kamers voor uitwisselingsstudenten die maar een half jaar bleven. Die exchange-studenten kwamen hier voor een korte periode en daar wist je ook van, die gaan ook weer terug. Daar was eigenlijk nooit een vervolghuisvestingsvraagstuk. Afgelopen jaren is de groep bachelors best veel gegroeid. En die groei kunnen we wel opvangen door het eerste studiejaar iets aan te bieden in overleg met de universiteit. Maar daarna. En daarna is wel een probleem. Dat tweede studiejaar moeten ze huisvesting zelf regelen. Heel veel studenten lukt dat overigens wel. Maar er is een groep die dat niet gelukt is. En die groep kunnen wij niet altijd helpen. En daar zitten we ook mee in ons maag. We weten niet zo goed hoe we daar een oplossing voor moeten vinden. En is het ook zo dat het ermee te maken heeft dat er eigenlijk gewoon structureel te weinig studentenkamers zijn? Ja, er is een tekort aan studentenhuisvesting in Nijmegen. Is ook iets waar wij wat aan willen doen. De komende jaren gaan wij 900 eenheden toevoegen aan ons aanbod. En dat is niet genoeg. Dus ook de particuliere markt moet er ongeveer zoveel toevoegen. En als we dat niet doen, dan stijgt het tekort alleen maar. Dus we moeten dat echt doen om te zorgen dat het tekort terugloopt. Dat gaat zowel de Nederlandse als de internationale student echt helpen. Het merendeel van de wooneenheden van SSHN is onzelfstandig. Dat betekent dus dat je de badkamer en keuken moet delen met je huisgenoten. Die kamers komen op twee manieren vrij. De ene is met een recht van cooptatie, waarbij de huurders zelf een nieuwe huurder uitzoeken. En de andere deel, dat doen we dan via loting. Die kunnen mensen zelf op reageren op onze website. En dan kom je inderdaad in een gang waar je nog niemand kent. En dan moet je zelf maar zien hoe je die mensen leert kennen. Klinkt allemaal heel spannend, maar ik kan me voorstellen dat het ook vaak wel eens helemaal niet goed gaat. Dat er ruzies ontstaan of schoonmaakroosters niet worden volgehouden. Hoe ga je er als organisatie daarmee om? En geef je daar misschien ook voorlichting over aan de mensen die dan in zo'n gang wonen? Nou, we laten ze natuurlijk in eerste instantie even lekker aan hun lot over. Want één ding staat vast. Als jij uit huis gaat en op kamers gaat, dan wil je niets liever dan het allemaal zelf gaan regelen. Dan heb je echt niet behoefte aan een organisatie die op je huid zit en jou vertelt hoe jij moet gaan wonen. Nee hoor, dat moet je echt zelf ontdekken. We zijn er voor de studenten, maar in de basis moeten ze natuurlijk wel zelf doen. Dus jullie gaan niet op controle van hoe schoon een huis is? Ja, dat doen we wel. Ja. We gaan regelmatig langs. We gaan met onze beheerders regelmatig door de gangen. We kijken hoe het ervoor staat. En als wij vinden dat een gang echt vreselijk smerig is, dan spreken we daar natuurlijk ook de mensen op aan. En daarnaast hebben we een wekelijks schoonmakerrooster. Waarbij dus wekelijks een schoonmaker langskomt om de meest belangrijke elementen toch echt schoon te maken. Dus dat hoeven de studenten niet zelf te doen? Moeten ze wel zelf doen, maar wij helpen ze een handje. Het beeld van studentenhuisvesting is allemaal één grote puinhoop en lang leven de lol. Nou, dat is niet altijd zo. Er zijn echt gangen die juist heel erg netjes zijn. En die misschien wel netter worden doordat ze ook mensen uitkiezen die ook heel netjes zijn. Het wisselt. Het beeld is dus niet uniform.